had over een proeftentamen voor HAVO-bovenbouw over materie en warmte, over elektriciteit, over arbeid en energie en over weer en klimaat. Hoofdstuk 5, 6, 8 en katern 7 van systematische natuurkunde 8 editie. Nou, op een warme zomerdag heeft het zeewater boven de Nederlandse kust een temperatuur van 17 graden Celsius, net als de lucht direct boven. Boven land loopt de temperatuur op tot 30 graden Celsius. Zowel boven land als boven water is de luchtdruk 130 hectopascal en de dichtheid van het lucht boven het water bedraagt 1,24 kg per kubieke meter. Reken dan de dichtheid van de lucht boven het land. Nou, dat doe je met deze formule met de algemene gaswet waarin de dichtheid zit en niet het volume, want de rest die heb je ook niet in twee algemene gaswetten. Druk van het land gedeeld door de dichtheid van het land en gedeeld door de absolute temperatuur van het land is gelijk aan de druk van de zee, gedeeld door de dichtheid van de zee, gedeeld door de absolute temperatuur boven zee. Maar omdat deze twee drukken aan elkaar gelijk zijn, kun je die uit de formule halen. Dus dan hou je over, nou hier staat het, druk van temperatuur van het land is gelijk aan druk maal temperatuur van de zee. Wel even absolute temperatuur nemen, dus 30 graden hier moet 273 bij, is 303. En 17 moet dan ook 273 bij, is 290. En die 1,24, dat is deze. En die vul je dus alle drie in deze formule. En dat is hier, in deze formule. En dat is, even kijken, dat is hier gebeurd. Dan hou je alleen de dichtheid van het land over maal 303. Is 1,24 maal 2,90. Oh, de dichtheid van het land is dan 1,24 maal 290. Gedeeld door de 303 is 1,1867 kilogram per kubieke meter. Nou, in de significante zet is dat 1,19 dan. Nou, boven het land is het broeierig warm. De luchtvochtigheid is 85% door de verschillen in dichtheid verplaatste warme, vochtige lucht zich en komt boven zee terecht. Laat met een berekening zien of er dan mist boven zee ontstaat. Oké, dan ga je eerst het formule van de relatieve luchtvochtigheid werken. Dat is deze. De relatieve luchtvochtigheid is de partiële druk gedeeld door de verzadigingsdruk, oftewel maximale druk, maal 100%. E is 85%, in de Pieters tabel K kun je zien dat bij een temperatuur van 30 graden Celsius de verzadigingsdruk 4,4245 maal 10 tot de derde pascal is. Tabel 13A, 30 graden Celsius, kun je zo opzoeken. Die vul je dus ook hierin, dat is dus deze. Dan heb je dus eigenlijk alleen maar deze nog over, de partiële druk. Nou, die is dan, de partiële druk is dan 85 gedeeld door 100 maal 4,425 maal 10 tot de derde, tweede, kan niet goed lezen, is 3,608 maal 10 tot de derde pascal. Nou, dat is dus de partiële druk, dus de druk van de lucht, zeg maar. Als die naar boven 7 plaatst, waar de temperatuur maar 17 graden Celsius is, en je kan je opzoeken dat de verzadigingsdruk dan 1938 hectopascal is, in diezelfde tabel, 13a, nou, deze druk, die komt dus boven zee aan, daar is de verzadigingsdruk veel lager, dus daar gaat de relatieve luchtvochtigheid die gaat zeker over de 100% heen en dan krijg je dus mist. Dus ja, het gebeurt. Door het verplaatsen van lucht ontstaat wind. Is de windrichting aan het oppervlak van land naar zee toe of andersom? Nou, het is van land naar zee. Er ontstaat een convectiecel met stijgende lucht boven het land en dalende lucht boven zee. De wind langs het oppervlak waait dan van zee naar land. Dus als dit het land is hier zo en dit is de zee, dan gaat dus de warmte lucht hier gaat stijgen. En dan gaat die hier zo dalen. Dus dan komt de wind van zee, van land naar zee. Even kijken, klopt dat nou? Even kijken, de convectie is eigenlijk boven land en dalende lucht boven zee. De wind daait dan, langs het oppervlak gaat het dan van zee naar land. En hier staat van land naar zee. Even kijken, wat is nou de vraag? Is de windrichting aan het oppervlak van land naar zee toe of andersom? Leg je antwoord toe. Antwoord van land naar zee. En hier wordt beredeneerd van zee naar land. Dus dat is een tegenstelling. Dus gaan we nog een keer even kijken naar de argumentatie. En dan staat de convectiecel met stijgende lucht boven het land. En dalende lucht boven zee. Dus dit is het land en dat is de zee. Je gaat hier omhoog. Hier gaat het dalen. Ja, dan gaat het dus echt dus van zee naar land toe. Dus dit is niet goed. En dit is wel goed. Oké. Op 8 februari 1968 werd in Rotterdam de eerste metrolijn van Nederland geopend. Hierbij ging een trein van het type SG2 rijden. Deze trein heeft met passagiers een massa van 6,96 maal 10 tot de 4 kilogram. De spanning over de elektromotoren van de trein is 750 volt. In de opgave wordt de arbeid die de wrijvingskrachten verricht verwaarloosd. Oké. Op een zeker tijdstip vertrekt de trein op een horizontaal traject. Gedurende de eerste 5 seconden van de rit is de snelheid eenparig, dus constante snelheid.
Ik ben versneld, sorry, met een versnelling van 1,0 meter per seconde. Dus elke seconde komt er een meter per seconde snelheid toe. Bij. Daar neemt de versnelling geleidelijk af totdat de topsnelheid is bereikt. Oké, bereken. Het door de motor geleverd arbeid gedurende de eerste 5 seconden. Nou, door de motor gericht arbeid is natuurlijk het verschil in bewegingsenergie. En oké, dan moet je natuurlijk wel weten wat de snelheid is aan het einde. Natuurlijk, in het begin is die 0, dus dat is makkelijk. En de snelheid, versnelling is A maal, de snelheid is A maal T aan het eind. A is 1 en de tijd is 5, dus aan het eind is de snelheid van 5 meter per seconde. Kun je ze kinetische energie uitrekenen, dus een halve V kwadraat, is een half maal de massa van die meter, die staat gegeven hier. Maal die 5 in het kwadraat, 8,7 tot de 7e joule. Dat is de kinetische energie na die 5 seconden. En ik begon met 0, dus de arbeid is ook gelijk aan deze, want er is geen wrijving. Oké, hier doen ze het met methode 2 op kracht maal weg. Dan moet je ook eerst dezelfde eindsnelheid berekenen, dat is natuurlijk dezelfde 5 meter per seconde. Dan kun je zeggen van oké, de gemiddelde snelheid is de helft van de eindsnelheid, want het is eenparig versneld en je begint met 0 en je eindigt met 5 meter per seconde. Dus de gemiddelde snelheid is 2,5 meter per seconde. 5 seconden lang reed je 12,5 meter af. Oké, dan ga je met arbeid is kracht maal afstand ga je verder. Kracht die weten we niet, maar die is wel gelijk aan MLA, en massa maal versnelling. Dit is de massa, dit is de versnelling. Elke seconde komt er 1 meter per seconde bij, dus versnelling is 1. Dus zoveel newton, 6,69 tot de 4 newton. En die vermenigvuldigt dus met de afstand die we net hadden uitgerekend, 12,5. Ja, komt natuurlijk dezelfde waarheid, 8,7 tot de 7. Kunnen allebei. Ik zou zelf deze prefereren, maar goed, dat is mijn voorkeur dan. Leg uit dat bij deze eenparig versnelde beweging gedurende de vijfde seconde meer arbeid wordt verricht dan gedurende de eerste seconde. Ja. Dat betekent dus dat, ja, dat komt omdat afgelegde weg inderdaad groter is, hè. De resisterende kracht is constant. Hè, want de versnelling is constant. Dat is gegeven. Maar in de vijfde seconde ga je natuurlijk sneller, dus leg je meer afstand af. Hè, dan, in de eerste seconde. Dus is je arbeid ook groter. Dus dat klopt. Je zou het kunnen uitrekenen met het verschil tussen kinetische energie tussen de vijfde seconde en de vierde seconde. Dan krijg je natuurlijk een bepaalde waarde voor de arbeid. Je gaat het ook voor de eerste en de nulde seconde doen. Dan krijg je een kleine waarde voor de arbeid. Die staat hier niet, maar dat zou kunnen. Oké, de trein wordt vervolgens tot stilstand gebracht waarna deze opnieuw een rit begint. Tijdens deze rit levert de motor een constant vermogen totdat de topsnelheid is bereikt. In figuur is de kinetische energie van de trein met de passagiers meegegeven als een functie van de tijd. Die loopt recht omhoog en dan gaat die constant worden. Oké, bij topsnelheid zal het zijn. Bepaal de topsnelheid van de trein. Oké, nou het vermogen is constant. Je kan aflezen wat de maximale kinetische energie is. Dat is deze waarde, hè. Dat is 17 miljoen joule. Megajoule staat er hier. Oké, dat is gelijk dus aan de kinetische energie. Half een V-kwadraat. Oké. We weten dus, we weten de massa, alleen de snelheid weten we niet. Dus de hoeveelheid energie is 17,10 tot de zesde, is een half maal 6,694 tot de vierde. Dat is de massa maal de snelheid in het kwadraat. Oké, dan moet je nog wat omschrijven natuurlijk. Deze moet je dan delen door dit. Dat gebeurt hier. Dat is hier gedaan. Komt dat uit. En dan de wortel eruit. 20 meter per seconde. 7. Toon aan dat de motor tijdens het optrekken een vermogen levert van 2,4 tot de vijfde watt. Oké, even kijken. Dat kun je doen met het toenemen van de energie. De energietoename hadden we net gezien, 12 miljoen joule. En dat gebeurt in, even kijken, van hier tot daar. Dat is 71, sorry, is dat 50 seconden? Moeten we daar nog bij? Even kijken. Ik denk dat er neerkomt gewoon dat ze een punt van de grafiek pakken en dan, het is een E. Tegen fiek, dus als je die dan op elkaar deelt, deze door die, dan krijg je het vermogen. En dan hebben ze dit punt genomen blijkbaar. Ja, dat kan. Ja, wat ook kan is natuurlijk gewoon zeggen, oké, je kan uitgaan van deze waarde, die is 17 miljoen joule, deze, en dat die is in 71 seconden gedaan. Als je die dan op elkaar deelt, ja, komt natuurlijk hetzelfde uit. Mag allebei. Oké, neem aan dat tijdens het optrekken 90% van de elektrische energie wordt omgezet in mechanische energie. Bereken dan de elektrische stroomsterkte tijdens de motor tijdens het optrekken. Oké. Moet je natuurlijk wel eerst weten wat het elektrische vermogen is, maar die was gegeven hier. Hè, bij opgave 7, 2,4 tot de vijfde watt. Dat is dus het elektrisch vermogen. Oké. Dat is de hoeveelheid energie die
Even kijken, ja, en daar, ja, oké, okay, dat is inderdaad de elektrische, dat is deze. Wat moet er dan in? En dat is die, en rendement is 0,9, oké. Okay. Dus dat betekent dus, als je dat dan uit gaat rekenen, dat je die op elkaar deelt, dan komt er 2,676 want 10 tot de 5 watt energie in, hè? Want 2,4 watt 10 tot de 5 is 90%. Als je dan 100% wil delen, kun je delen door 0,9 en vermenigvuldigd met 1, dan krijg je 100%. Ja, dat is hem dus. Oké, okay. Dan de stroomstrijd is vermogen, wat we net hebben uitgerekend, gedeeld door de spanning. De spanning die was gegeven, die was 750 volt. Dat stond helemaal in het begin hier. Moet je lang onthouden dus. Goed, die deel je op elkaar. Deze hebben we net uitgerekend. Die 750 volt hebben we opgezocht. Als je die op elkaar hebt, 3,17 tot de tweede watt. Dat moet natuurlijk ampère zijn. Dit is een foutje van degene die dit voorschrift heeft gemaakt. Kan gebeuren, ampère. Als je dat doet, dan kost je een punt. Maar meneer, met welk, of zo, in figuur 2 zijn 3 VT-grafieken weergegeven, 1 grafiek bij de tweede rit. Redeneer met welke, figuur, welke van die daarbij hoort. Nou, het vermogen is constant. Dus de bewegingsenergie neemt constant toe. Dus als je een grafiek zou maken van E tegen T, dan zou je een rechte lijn krijgen. Nou, die E is gelijk als een halve een V-kwadraat. Dus v kwadraat zou je kunnen zeggen, dus, tegen t is dan een rechte lijn. Wat is dan v tegen t? Dat is dan, even kijken, dat wordt dan zo'n lijn, hè? Ja, dat wordt dan zo'n lijn. Als je van v kwadraat t, dat is, als je daar in plaats van v wortel t doet, dan krijg je zo'n grafiek. Ja, dus het is a. Hier wordt nog van alles uitgerekend, maar voor mij is dat allemaal niet nodig. Oké. Okay. Tweede deel van de film gaat over het tweede deel van het tentamen.